Hier bespreken ze alles wat met kinderrechten te maken heeft. Zo, dat is goed, kinderrecht. Werken bij de kinderrechtencommissie kan soms best wel lastig zijn. Ik verklaar deze vergadering als geopend. Welkom bij de vergadering van de kinderrechten. Waar gaan we het vandaag over hebben? Heb je de mail wel gecheckt? Ik denk het. Het gaat over kinderrechten, Suffert. Ja, we gaan vandaag nieuwe kinderrechten presenteren. Inderdaad. Dus kom maar op, welke brieven hebben we gekregen? Er zijn 10.000 nieuwe brieven binnengekomen. 10.000? Dat is veel. Dan zijn we over een week nog niet klaar. Dan pakken we toch alleen de beste. Ik heb een hele leuke. Oké, lees maar voor dan. Maar hij wil dat jongens meisjes dingen kunnen doen en andersom. Oh, zonder dat het raar gevonden wordt. Inderdaad. Bijvoorbeeld jongens die naar meisjes voetbal kijken. Hup meiden! Hup meiden! Ja! Yeah! Ja! Yeah! Yeah! Of jongens die make-up dragen. Dan ben je toch een bloemde stoot. Nou, kijk jezelf dan maar eens. Oh, heerlijk die roesje. Ik vind het zo leuk om soms een meisje te zijn. Wie wil ze vriend zijn? Laat met de kaartjes maar zien wat je hiervan vindt. Ja! Ik wil geen make-up op. De meerderheid stemt voor, dus we hebben een nieuw kinderrecht. Ja! Pietertje vindt het belangrijk dat namen veranderd kunnen worden. Tja, daar zegt Pietertje wat. Tja, hoe zou dat eruit zien? Hallo, welkom bij de afdeling naamsverandering. Wat kan ik voor u doen? Ik schaam me een beetje voor mijn naam. En welke naam heeft u dan, meneer? Mijn naam is Hazewindje van Bosvelde de Tweede. Zo, dat is wel een behoorlijke naam. Ik vind het een vreselijk lange naam. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe wil je nu dan heten? Henk. Toffe naam! Welkom bij de afdeling naamsverandering. Wat kan ik voor u doen? Hallo, ik heet Pietje Puk, maar ik zou graag mijn naam willen veranderen in Speedy Gonzales. Kan dat? Maar Pietje Puk is toch een hele mooie naam? Speedy Gonzales is toch een veel mooiere naam? Hoi, ik ben Bert. Ik wil graag mijn naam veranderen en ik wil Superman heten. Sorry meneer, maar de naam Superman is al veel te vaak gebruikt. Maar de Hulk of Batman, dat kan wel nog. Of Mega Man die. Dat levert wel rare situaties op. Dan gaan we toch stemmen? Ja, deze. Ja. Ik zie het al, deze gaat niet door. Ik heb het recht om naar de toilet te gaan, dus doe de nooddokie. Nou, die had hoge nood. Wie heeft de volgende brief? Weet je wat Lodewijk de Derde schrijft? Nou? Hij schrijft dat ieder kind het recht heeft om de koning of koningin te ontmoeten. Mama, hoe lang moet ik hier nog staan te wachten? Nog maar heel even, nog maar 100 kinderen. Wat? Vinden jullie dat een goed idee? Ja! Vindt de koningin dat ook een goed idee? Nou, dat weet ik nog niet. De koningin heeft natuurlijk ook recht op haar eigen privacy. Zoveel? Zoveel kan ik echt niet ontmoeten op één dag. Oké, nog tijd voor één brief. Ik heb hier een brief van Midas die vindt dat er nog meer vakantie moet komen. Wow, nog meer vakantie? Yeah! Heerlijk! Heerlijk die vakantie. Ja, minder school. Genieten. Ja, maar dan heb je wel minder school. Oh yeah. Hallo, welkom in de winkel van Sikko. Hallo. Ik zou graag deze 4 dvd's en de klapboek willen kopen. De dvd's kosten 2 euro. Dit is toch 2 euro? Dat is wel genoeg, toch? En wat kost dat klapbord dan? Dat klapbord is onbetaalbaar, dat is niet te koop. Onbetaalbaar? Kan ik dat ook winnen? Laten we het toch maar bij de oude kinderrechten houden. Prima plan, de vergadering is gesloten. Ja! Yeah! Naar de vergadering. Ja! Is de vergadering nu al afgelopen? Ja, natuurlijk! We hebben toch ook het recht om naar huis te gaan, of niet?
het kinderrecht? Ja, zeker. Die moeten we zo meteen dadelijk bespreken. Zo meteen dadelijk. Zo, dat is goed kinderrecht. Ja, dat moeten we dadelijk zo meteen. Oké, opletten nu. De vergadering is vanaf nu geopend. Ik verklaar deze opening geopend. Ik verklaar deze vergadering als... Welkom bij de vergadering van de kinderrechten. Vandaag staat op de kind... Kinderen. Vandaag staat de verga... Je kan ook iets anders zeggen. 2, 1. Oh, moet ik het doen? Ja, we gaan het vandaag doen. Nou, ik zag net dat er 10.000 nieuwe brieven waren binnengekregen. Komen. Ja, maar dan zijn... Ik pak toch alleen de beste brieven. Ik heb een hele leuke. Nou, dat zeg je nu in de camera, maar je mag het tegen hem zeggen. Oh, ja. Laat maar met de kaartjes zien wat je hier... van vindt. Hallo, welkom bij de identiteit. Ja. Ik vind het zo leuk om soms een meisje te zijn. Oh. Ik moet je wel nog kunnen zien, hè? Je lijkt net Slash van Guns N' Roses. Ik vind het zo leuk om soms een meisje te zijn. Oh, oh, wil je als een vriendin zijn? Nou, Lodewijk III zegt dat iedereen het recht heeft. Weet je wat Lodewijk de... Maar Speedy Gonzales is toch een veel mooiere naam? Hallo? Hallootjes, ik heet Bert en ik wil graag superheld heden. Nee. Heden. Speedy Gonzales is toch een veel mooiere naam? Hoi, ik ben Bert. Ik heet... Sorry meneer, maar de naam Superman is al veel te vaak gebruikt. Maar Hulk en Batman, dat kan wel. Of Meg Mindy. Sorry meneer, maar de naam Superman is al veel te vaak gebruikt. Maar Hulk of Batman, dat kan wel nog. Of Meg Mindy. Je kijkt in de camera. Sorry meneer, maar de naam Superman is al veel te vaak gebruikt. Maar je kunt wel nog kiezen uit de Hulk of Batman. Of Meg Mindy. Je kijkt weer in de camera. Eerst aan het voetballen, ja, actie, go. Recht tegen de camera aangeschoten, goed bezig.